There we go. Aflevering 21 van Bioshock Remastered op mijn channel. Ik hoop dat jullie er hartstikke veel zin in hebben, net als mij. We hebben namelijk echt iets heel episch gedaan in de vorige aflevering. Dat is al het voorwerk om Andrew Ryan zijn office überhaupt in te kunnen. We hebben de bom gemaakt, geplant. Alles is complete chaos achter me. En het wordt tijd om daadwerkelijk naar binnen te gaan bij Andrew Ryan en te kijken wat we daar aantreffen. Ik vind het heel spannend allemaal. Ik hoop jullie ook. Welkom terug. Show die support door even op dat like knopje te rossen. En let's a fucking go. In the end, all that matters to me is me. And all that matters to you is you. It is the nature of things. Man, lekker steampunk-achtig. Doet me bijna denken aan Infinite. Ik was vergeten dat deze game ook die hele bronzen Infinite-stijl heeft. En dat Infinite dus niet de eerste was die het bracht. Zeer frappant om hier weer te zijn na al die jaren. Ik ben het echt zo goed als vergeten. Even what lies, sometimes you find truth. There is indeed a season for all things. And now that I see you. Flesh to flesh, blood to blood. I know I cannot raise my hand against you. But know this. You are my greatest disappointment. Does your master hear me? Atlas! You can kill me, but you will never have my city! My strength is not in steel and fire. That is what the parasites will never understand. A season for all things. A time to live and a time to die. A time to build and a time to destroy! What the actual fuck, dudes? Fucking nice. Laten we lekker verder gaan, jongens. Progressie maken hier. Ik ben heel benieuwd. We kunnen voordat we daarheen gaan ook eventjes omhoog. Kijken wat we hier vinden. Want Andrew Ryan kan dan wel alles slopen. Maar dat betekent niet dat we meteen moeten gaan rennen en alles moeten gaan overslaan. Totaal niet. Het is en blijft een game. Maar hier is dus niks. Toch nog even verder kijken dan. Kijk, zie je, daar kunnen we niet heen. Ik wil daar eigenlijk oplopen, maar het lukt niet. Wat is hier dan? Thank you.
Would you kindly? Twee. Oh, bah. Van die vieze audiolog zo. What the fuck? Advanced deployment, Lot 111, Dr. Suchon, client Fontaine Futuristics. Baby is now a year old, weighs 58 pounds, and possesses gross musculature of a fit 19-year-old. There is the assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. You think you have memories? A farm. A family. An airplane. A crash. And then this place. Was there really a family? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Forced down. Forced down by something less than a man, something bred to sleepwalk through life until they are activated by a simple phrase spoken by their kindly master. Was a man sent to kill, or a slave? A man chooses. A slave obeys. Come in. What the fuck? You got to be kidding me, right? Het ziet er hier ten eerste heel mooi uit, maar ik kijk nog even of er een mogelijk een audiolog is ofzo. Nou, Andrew Ryan, ik moet er maar aan geloven. Yo, what up? Stop, would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run! Stop! Turn. A man chooses. A slave obeys. Kill! A man chooses! Now, would you kindly put it in that goddamn machine? What the hell is going on? Ik kan dit me niet goed meer herinneren, maar ik krijg bijna kippenvel van de storytelling. Dit is zo ziek.
Now would you kindly? Die zin is fucking kut. Fucking hell, there ain't no Atlas, what? Fontaine! Eerst even die fucking research afmaken hoor. Man.
En maar fotootjes maken midden in combat. Oh, ze helpen me. Wow, what's going on? Welcome back, child. Welcome to the city where you were born. You are angry at Fontaine, yes? Now you know the truth. You are his tool, brought back to Rapture to save him. You have saved many of my little ones. I owe you a debt. While you sleep, I undo some of Fontaine's mental conditioning. His control is no longer complete, but he can still pull some very unpleasant strings. We made your mind with many locks and keys. Fontaine has most of those keys, but not all. Su-chan designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find answers in Su-chan's flat in Mercury Suite. Het klinkt zo naar al die splicers in de background, maar check ze. Alle cute little sisters. Who's he? He's the one who saved me. Ik heb jullie allemaal gered, dus vind je daarvan? Alle little sisters zijn hier nu gewoon opgevangen en gered. Nou, ik volg maar en ik zie wel waar dit in uit. Hey, hallo, wat een gezelligheid. There he is. The one who will save us all. I like him. Who's here to help us? Aw, dankjewel. And now you've got hooked up with Tenenbaum, huh, kid? She's a regular mother goose. Alright, fun's fun, kid. But now, go get stepped on by a big daddy, would you kindly? Wat een klootzak is dat, zeg. Jezus Christus. Huh? I says, would you kindly go get stepped on by a big daddy? Hou je bek even. Seems like Mother Goose has been playing around in your egg salad. If you won't dance to that tune, I got others. Code yellow. I just told your brain to tell your heart to stop beating. Not right off the bat, mind you. The heart's a stubborn muscle, but it ain't that stubborn. Wow, deze fucking guy. Even serieus. Once you are free of Fontaine's control, then you can have your revenge. And we can keep my little ones out of your filthy hands. Thank you.
Man. Nou is dus... De rollen zijn een soort van omgedraaid. Atlas blijkt een ene Fontaine te zijn. Hij is nu de bad guy. Hij is eigenlijk Andrew Ryan. Andrew Ryan was heel zo slecht nog niet. Maar hey, wat hebben we eraan? We zijn de lul. We moeten nog steeds naar zijn pijpen dansen op het moment dat hij Code Yellow zegt... Stop mijn brein er half mee. Of in ieder geval mijn hart. Gelukkig luister ik niet meer naar Would You Kindly. Maar damn, dit is best wel heftig. En ik was dit ook helemaal vergeten, deze plot twist. Daarom, het is net alsof ik een nieuwe game speel. Het is echt, op dit moment zit ik alleen maar van... Oh ja, deze area heb je ook nog. Ik dacht echt dat het einde was. Maar goed, daar zijn we dan. Een nieuwe area. De area die heeft twee nieuwe little sisters die gered moeten worden door mij. Twee little sisters. Big daddies dus ook. Oh, oh, oh. Wel meer tijd om je research te doen naar camera's. Van die bots. Eigenlijk kan ik gewoon weer research doen naar alles wat ik nog moet. En de nitro splicer ook trouwens. Dus ja, guys, ik hoop gewoon dat jullie zin hebben in de volgende aflevering. Pittige plot twist dit. Ik had hem eerlijk gezegd niet meer zien aankomen, maar hey, niets is minder waar. Tijd om deze area in de volgende aflevering te doorzoeken. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Thanks voor de support. En tot de volgende, guys. Peace.